Nou, goedemiddag. Dit is het centrum van Amsterdam. En hier in Amsterdam gaan we veel rond het centrum van te zeggen. Heel veel kijkers hier. Dat gaat niet alleen voor mij, maar ook voor Ome Joop den Uyl. Want die zei laatst... Nee, nee, dank u. Het spijt me. Ik hoef geen kroketten. Dat staat me tegen. Die schieten met mij. Verkeerd in mijn keel. Eén zure bom. Nou, dat is voor mij nog te slikken. Maar geen 48, meneer de voorzitter. Dat wordt me te veel. En wat zei onze eigen Jan Bellenboer? Dus u kunt me geloven, dit wordt weer een zomer nog mooier dan die van 1910. Nou, dat had je gedacht. Ik heb het geweten. Wat een ellende zeg. Ik heb nog steeds een depressie, want ik heb sinds de zomer echt geen zon meer gezien. Dus geef me een pils, geef me een pils, geef me een biertje. Geef me een pils, want dan vergeet ik. Over vergissen gesproken, wat dacht u van deze meneer? Ja, hallo! Ja, dat ben ik dus. U weet wel, de man van de schoenen en zo. Doch dan ben ik reeds tot een keer gekomen. Want ik geef mijn lidmaatschap aan de EO. Dus geef me een pils, geef me een pils, geef me een biertje. Geef me een pils van dan. Beschaamd en toch netjes, als het ware. Ja, ja, zeker net als de fabeltjeskrant. Wat ik hier lees is niet te geloven. Louisje de Vos houdt het met Grete de Koe. Dat is nog niets, maar de hamster houdt het met Ed en het Willem. Dus hou je oogjes maar dicht en je snaveltjes toe. Geef me een pils. Geef me een pils. Geef me een biertje. Geef me een pils. Opengezet. Het enige wat open mag worden gezet, is de tapkraan. Geef me een pils, geef me een pils.